ziek worden en dat we massaal uit het platteland moeten trekken. Dat zou te ver gaan. Marco van der Vechten, zelf boer, wil ook graag weten hoe het nu zit met de gezondheidsrisico's op het platteland. Al verwacht hij niet dat de situatie in Overijssel ernstiger is dan in Brabant. In die extreme situatie van Brabant hebben ze gezegd, als je een burgerwoning hebt en in een straal van 1 kilometer zitten minimaal 15 intensieve veehouderijbedrijven. Nou, bij mijn weten, het is of misschien één gebiedje of helemaal niks, maar bij mijn weten komt dat soort situaties in Overijssel niet voor. Toch denkt de boer uit Poldermastenbroek dat de agrarische sector in Overijssel wel degelijk iets moet met dit rapport. We moeten zorgen dat het aandeel fijnstof wat vrijkomt uit intensieve veehouderij, dat we dat aandeel verlagen, zodat de druk op de omgeving afneemt. En dat moet ook in Overijssel gebeuren, zegt u? Ja, ik denk, het rapport geeft bepaalde conclusies en ja, daar moeten we in Overijssel ook absoluut mee aan de gang. Fijnstof dat vrijkomt uit stallen en waar mensen dus ziek van kunnen worden. De CDA-politicus vindt dat boeren veel meer moeten doen om dat fijnstof te filteren. Door bijvoorbeeld luchtwassers op de stal te plaatsen. De PvdA vindt het tijd om drastisch in te grijpen. Waar je ook voor op moet letten is dat we niet een soort tweede Brabant worden. Dus wij zouden graag zien dat er gestuurd wordt op dat we niet die hoge veedichtheden krijgen, zodat er echt die risico's ontstaan. U vindt het belangrijk om te sturen op aantallen dieren? Ja, dat vinden wij zeker belangrijk. Want ook is dit onderzoek is weer een signaal dat deze manier van veehouderij niet werkt. Het brengt risico's voor de volksgezondheid met zich mee, maar het heeft ook effecten op natuur. We voldoen niet aan de waterkwaliteitsnormen die Europa stelt. Dus voor ons is het echt tijd dat we een andere weg inslaan. Veel minder dieren in de Overijsselse stallen. De enige oplossing volgens de PvdA om het platteland gezond te houden. Het kabinet ziet er landelijk ook wel wat in en is bezig met een wetsvoorstel dierenaantallen. Provincies kunnen dan bepalen hoeveel dieren er maximaal in een stal mogen rondlopen. Maar CDA-statenlid Van der Vechten is tegen zo'n wet. Als we met stoom en kokend water dat we vermijden dat we bijvoorbeeld 15% varkens of kippen hebben, 15% minder. En dan gaan we van 1000 naar 850. Dan halen we het verdienmodel van de intensieve veehouderij halen we onderuit, zeg maar. En dan hebben we geen geld meer voor technische oplossingen. Ik denk dat je met technische oplossingen, en dat hebben we met de antibiotica-problematiek in Overijssel ook gedaan. De antibiotica is met 70% afgenomen, het gebruik daarvan. En ik denk dat we met de uitstoot van fijnstof, dat we ook dat soort doelen wel kunnen bereiken. Is tot nu toe te veel ontkend, de gezondheidsrisico's die de intensieve veehouderij met zich meebrengt? Nou, ze zijn heel lang niet onderzocht, omdat we ook wel aanvoelden komen dat er een probleem zou zijn. En ja, dat voor veel boeren ook slecht nieuws is, ja, daar heb ik wel begrip voor. Maar die problemen zijn er en we moeten ze onder ogen zien. Na de zomer komt het provinciebestuur met een reactie op de zorgen die zijn geuit door CDA en PvdA. Hopelijk wordt dan duidelijk in welke mate er ook gezondheidsrisico's op het Overijsselse platteland bestaan.